Mijn naam is Brenno de Winter. Ik ben onderzoeksjournalist en van jongs af aan al met beveiliging en met technologie bezig. En sinds 1998 geef ik trainingen bij IIR, omdat ik geloof in het delen van kennis. En omdat het een hele goede manier is om bij overzichtelijke groepen toch wat meer de inhoud te kunnen gaan dan je dat bijvoorbeeld in een artikel kan of op een andere manier kan. Informatiebeveiliging is momenteel gewoon wat de klok slaat en is heel erg relevant omdat elke organisatie ermee bezig is. Bedrijven zoeken een weg, merken dat ze technologie hebben geadopteerd waar ze eigenlijk niet helemaal klaar voor zijn en niet de antwoorden op de beveiligingsvraagstukken hebben. Nou, een training informatiebeveiliging helpt met het nadenken over de problematieken. In vogelvlucht is te kijken wat er allemaal komt kijken bij het maken van een fatsoenlijk beveiligingsplan, hè, waar je allemaal op moet letten. En vooral om stil te staan bij de thema's en de juiste discussies te kunnen voeren. Het is vooral een stukje empowerment en heel snel weten van oké, dit zijn de secties waar ik misschien toch nog wat meer aandacht aan moet gaan besteden. Als je kijkt naar bedrijven, dan zie je dat ze heel erg zijn vastgegroeid in de manier van werken zoals ze dat al jaren doen. En wat je natuurlijk elke keer ziet is als je in aanraking komt met een hacker, dan kijkt hij toch anders naar technologie, kijkt hij toch anders naar de omgeving. En voor mensen kan het dus heel nuttig zijn om eens te kijken van hoe verloopt nou zo'n hack en zou ik dit zelf ook kunnen? En als het zo eenvoudig is, moeten wij ons dan niet beter beveiligen? En hoe kan ik dus kijken naar systemen op zo'n kritische manier, dat ik daarmee gewoon risico's toch een stukje verminder?